vandaag bouwen wij het veiligste huis ooit in Minecraft. Alleen dan de jongens versus meisjes editie. Wij gaan namelijk kijken zometeen wie er beter is in het maken van het veiligste huis in Minecraft. De jongens, oftewel Alex en ik, of de meisjes Lotte en Fleur. En doe zeker een duimpje omhoog als jij er zin in hebt. En laat weten in de reacties wie er gaat winnen. De jongens maken het beste veiligste huis ooit. De meisjes maken het allerbeste veiligste huis. Nee, jongens, maken het mooi. De beste veiligste huis. Sorry, hoor jij wat ze zeggen, Fleur? Ik niet. Ja, als je gelijk hebt. Wij maken het beste, veiligste huis ooit waar jullie nooit kunnen inbreken. Fleur, hoor je ook onkruid praten? Ik wel, in ieder geval. Meisjes zijn de allerbeste. Lekker. De jongens zijn het beste. De meiden. Meiden zijn de beste. Oké, nou, dat gaan we dan wel zien. We hebben allebei de tijd om het veiligste huis te maken in Minecraft. De jongens tegen de meisjes. Appeltje eitje dus. Dennis, je bedoelt de winnaars tegen de verliezers. Ja, inderdaad. Nou, dat zullen we dan straks wel zien aan het einde, want dan gaan we alles bekijken. Oké, succes! Oké, Alex, we moeten een plan verzinnen. Heb je al een plan? Sowieso willen we een blauw huis. Een blauw huis voor jouw lievelingskleur. En ja, een jongenskleur is toch wel echt blauw, toch? Blauw is sowieso een hele mooie kleur. Daar ben ik het wel mee eens, inderdaad. We doen een blauw. Ja, vandaag doen we dus blauw, omdat wij hebben de blauwe kant voor de jongens. En de meisjes hebben de roze kant. Dennis, 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 ik heb een idee! Wat is het idee? Wat gaan we bouwen? We hebben dus allemaal speciale spulletjes erbij, zoals camera's en dat soort dingen. Neppalapa. Echt alles kunnen we gebruiken, Alex. En daarmee moeten we dus de veiligste huis ooit gaan maken. Is dat een camera? Camera, Dennis, ik ben aan het filmen. Eens even kijken. Ik pak alvast wel wat blauwe blokken erbij. Wat voor soort huis gaan we maken? Dus een blauw huis, maar wat voor iets? Een kip. Een kippenhuis? Een blauw kippenhuis. Hoe gaan we een kip bouwen, Alex? Kijk maar naar mij. We pakken allebei blauwe blokjes erbij. Doe maar, pak maar blauw. Ik heb blauwe concrete blokken. Beton. Oké, perfect. Ik heb hem ook. Wat we dan als tweede erbij pakken, Dennis, is... wat is een wit blok? Wit beton. Wit beton. Oké, eens even kijken. Beton en dan witte. En dan moet je ook zwart beton. Zwart beton. Oké, zwart beton heb ik. Nog meer? En je moet... Weet je, ik weet dat we niet echt van deze kleur houden, maar rood beton. Nee, nee. Is het nou rood of oranje? Een snavel is oranje. Ja, de snavel is altijd oranje. Oké. Oké, oranje beton. Dat betekent dat we oranje beton moeten hebben. Oké, ik heb alle kleuren. Perfect, Dennis. Dan moeten we nu denk ik een vierkantje maken waar we de kip in kunnen zetten zometeen, ja? Oké, en hoe groot moet die zijn? Ik denk 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dan moet hij 8 omhoog. Dus maak jij hem 8 blokjes omhoog. Zo, dus... Oké, Fleur. Wij gaan dus winnen in deze challenge. Maar wat gaan we maken? Ik dacht persoonlijk aan... Zien eerst Dennis zijn hoofd. En... Ja, en als je dan in Dennis zijn hoofd bent, dan moet je nog door Alex zijn hoofd heen. Ik denk dat het een briljant idee is. En daaromheen gaan we natuurlijk allemaal obstakels maken waar ze nooit, maar ook echt nooit doorheen kunnen. Wat is het idee? Wat is het idee? Vertel het me. Oké, ik zat dus te denken, we hebben natuurlijk een voorbeeld nodig, hè? Ja, dat is waar. Meneer Kippie kon het vandaag niet redden om te helpen. Dus heb ik een vriendje van meneer Kippie. Oké, dat is zo slim. Dus dat is onze mascotte. Dit is ons voorbeeld. Oké, dit is wat we na moeten bouwen. Die moeten we nabouwen. Dus ik denk dat we gewoon hele grote kippenogen hier zo moeten maken. Maar hoezo is die dan... Eens even kijken. Nou, dan vul ik dit op. Maar hoezo hebben we dan die blauwe rand eromheen eigenlijk? Dat het blauw moet worden ook. Oké, nou, dan moet er ook een snaveltje komen. Ja, hier komt een snavel zo. En ik denk dat die net wat meer zo moet. En dan komt die hier zo. Ja, dus kijk. Oh, dat is echt perfect. Dit ziet er leuk uit. Dit had ik niet verwacht, maar nu je het zo ziet, Alex, ziet er super leuk uit. Dit is perfect. Dit is echt perfect. Oh, dit lijkt er... Hij staat er ook al helemaal bij, hè? Van... Kijk nou. Supermooi. Dit kijk wordt nou. Het huisje. Oké. Ga dus echt... Zullen we het dan vierkant maken? Dus helemaal zo deze kant doorhalen. Dat is goed, Dennis. Dan moet hij nog ongeveer 8 blokjes naar achter, denk ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan moet hij vanaf hier weer zo. Dus dat is eigenlijk 9. Oké, ja, 9. En dan moeten we dat weer opvullen. Maar dit met blauw, toch? Wel. Wat zeg je? Dit helemaal met blauw, toch? Ja, die doen we blauw, inderdaad. Oké, oh, dit wordt zo leuk. Kan die wachten tot we alle lava en dat soort dingetjes gaan gebruiken, Alex? Hoe bedoel je lava? Kijken. We gingen toch een kippenhuis bouwen? Ja, maar we moeten het wel beveiligen uiteindelijk. Niemand mag hier inbreken. Camera's moeten we hebben en dat soort dingetjes. Het moet wel veilig zijn, hè? Uiteindelijk moeten we natuurlijk ook onze schat erin leggen. Onze zeldzaamste spulletjes. Oh ja, daar kunnen we onze spullen in zetten. En de kip. Wil je de achterkant wit? Nee. Oké, ook helemaal blauw. Eens even kijken. Zo, helemaal opvullen. En dan weer 1, 2, 3. Dit wordt echt super lastig, Oli.
Olieboli, oké. Ik hoop dat het gaat lukken. Als het niet helemaal perfect lukt, dan ja, sorry voor dat. Maar ik doe gewoon mijn best. En dan hier weer. 1, 2, 3. 3, hoppa. Ik kan wel heel vaak tot 3 tellen, merk ik. En dan gaan we deze lijn weer naar boven doen. Zo, hoppa. En ik moet dan nog wel heel even dat haar iets breder maken, denk ik. Hoe ga ik dat? Laat ik eerst even de oogjes gaan doen. Oh. Bij een pretpark. Pretpark? Weet je wat ze daar hadden? Wat hadden ze daar? Een achtbaan! Nee. Wat wil je met een achtbaan gaan doen? Oké, wat nou? Al laten we het lijken alsof er een achtbaan over de kip gaat. Ja? En dan denken Lotte en Fleur, die zijn niet zo slim, dat misschien de ingang is. Maar dat is helemaal niet de ingang. De achtbaan lijkt namelijk naar een zwart gat met allemaal lava en dan gaan ze dood. Oh, dat is wel slim. Zullen we dan een ladder maken aan de zijkant dat je zo omhoog kan klimmen en dat hier dan de ingang is van de achtbaan? Gewoon een karretje? Nou, ik denk dus dat het een leuk idee is om de achtbaan hier onder de snavel al te laten beginnen. Oké, eens even kijken. Dan pakken we wat rails erbij. En dan doen we zo. Hup, deze. En dit gaan we straks nog helemaal invullen. Maar eerst komt hier de wenkbrauw dus. En de wenkbrauw gaan we doen met ietsjes lichter ruit. Zo, die komt dan hier bovenop. Die... 1, 2, 3. En deze gaan we dan ook weer net even iets hoger maken. Zo, wow. Oké, dit lijkt op zich al best wel ergens op. Ik denk dat dit wel goed gaat komen. Dankjewel. Oké, die moet haar. En dan kan je deze aanzetten. En dan kun je zo mioom rijden straks. Maar hier moet nog heel even dit zo doorlopen. Ja, ik doe het wel. Eens even kijken. Zo, dit is verkeerd. Nee. Dat is perfect, Dennis. Hier moet hij namelijk omhoog klimmen strakjes. Oh, eens even kijken. Dan doen we dit zo op. Nee. Ik denk dat hier langs het beste kan lopen, of niet? Wil je hem naar de achterkant leiden? Deze kant op? Eigenlijk wel. Ik denk het wel. Maar hier moet hij dan omhoog klimmen, Dennis. Kijk, als je het zo doet. En dan zo. Dit verder inkleuren. En dan denk ik dat we al een heel eind zijn met Dennis zijn hoofd. En zoals je ziet, zit Alex zijn hoofd en dat er zeg maar dan in. Dus ze denken eerst van, is het alleen Dennis' hoofd? En daarnaast zijn ze binnen en denken ze, oh nee, we moeten er nog een hoofd heen. Zo, dit gaan we allemaal invullen. Ta-ta-da-ta-da. Hup. Dit ziet er al heel goed uit. Toch leuk. Dan denken ze eerst van, wow, wat een leuke achtbaan. Maar ze gaan gewoon dood. Oh, dan vallen ze. Maar waar gaan we de lava dan doen? Ja, waar doen we die? Ik denk hier. Zo met een bochtje en dan daar. Van hier recht naar beneden. Perfect, Dennis. Oké, dan maak ik wel het lava gat, oké? Eens even kijken. Dan doen we dit zo. Zullen we dit dan opvullen zo met zwart wol? Of nou, met zwart beton? Want dan zie je letterlijk niks, toch? Ik vind het goed. Oké, dan ga ik dit zo opvullen allemaal. Oh, dit is echt perfect. Dit wordt zo leuk. Ik ben trouwens wel heel erg benieuwd wat hun aan het maken zijn. Misschien hebben ze straks hetzelfde idee. Dat lijkt me niet, toch? Ik niet, hoor. Ik bedoel, waarom zou een meisje een achtbaan bouwen? Die durven niet eens in de achtbaan, toch, Dennis? Nou, Lotte. Met Lotte weet je het nooit, hè? Met Fleur, die durft sowieso niet in de achtbaan. Maar Lotte, die is wel een heel klein beetje gek. Oh, je bent klaar? Ja, ik ben ook klaar met Dennis zijn hoofd. Maar alleen hoef ik nog maar het butje van Dennis. En dan is gewoon de voorkant ook al klaar. Wow, het ziet er echt al heel vet uit. Holy, ja, daarom. Oké. Ik moet nu beginnen met het mutsje van Dennis. En dat is eigenlijk gewoon een beetje opvullen gewoon. En die doen we dan zo. 1, 2, 3. Up. En dan is hij gewoon letterlijk al bijna klaar. En dan straks nog het ene mondje. En dan is hij gewoon, nou, af de voorkant. Ja, hè. Oké. En dan moet ik nu nog even zien, hoor. Ik moet eigenlijk hem volgens mij nog iets hoger maken. En dan heb hier moet het ene mondje ongeveer starten. 1, 2, 3. En die begint dan zo. En die moet dan 2 hoog als het goed is. Zo. En daarna komt dus het andere ene mondje. En die komt daar weer boven. En nog een minecart. 2 minecarts. Eens even kijken. Zo. En die. Perfect. Oké. Dan moeten we hier de ingang gaan maken aan deze kant. We kunnen het gewoon met een klepje doen als je wil. Ze moeten kruipen, bedoel je? Ja, dat we gaan kruipen. En dan maken we een heel kruipparcours. Een soort van doolhof. Wat is een gaaf idee, Dennis. Pak dit klepje. Oké, eens even kijken. Zo. En dan een trapdoor. Deze. En dan hier. Dit is te laag. Dat daar. Zo. Ja, moet de grond wel. Ik denk dat we wat lichtjes ook moeten plaatsen, Dennis. Ja, ik pak wat lanterns erbij. We moeten eerst, denk ik, het doolhof een beetje gaan uittekenen. Zullen we dat doen? Deze lichtjes zo. Zo. Okay. Dan maken we nog zo. Ja. Dan moeten we echt een goede gang maken. Eens even kijken. We kunnen wat bedrock ook eventueel gebruiken straks. Want ik wil een explosie creëren. Dat is wel leuk als ze in een hok belanden met een explosie. Oké. Fleur, ik heb even een vraag. Jij kan toch supergoed Minecraft? Ja. Ik heb namelijk niet zo heel veel zin om de zijkanten in te vullen. Zou je misschien voor mij misschien wat kunnen toveren? Dit moeten jullie alleen niet doorvertellen aan Dennis en Alex. We gaan namelijk eten. Wow, oké.
Oké, wij hebben namelijk World Edit. En Fleur weet echt super goed hoe dit werkt. Dus die gaat even de randjes voor mij invullen. We moeten dit toch op een of andere manier zien te winnen. Oké, Fleur. Doe mij je toverkunsten. Oké, holy moly. Ik hoop trouwens dat Dennis en Alex de chat aan hebben. Maar ze zullen vast niet weten wat dat betekent. Oké, dit wordt echt perfect. En nu nog de laatste zijkantjes. Oké, de tijd is voorbij. En dat betekent dat we Alex en Dennis erbij gaan roepen. Om uitdagen om natuurlijk in te breken. Wat ze nooit gaat lukken. Dus Dennis en Alex, waar zijn jullie? Lotte, we zijn al lang klaar. Al ja, lang klaar. Ja, jullie mogen als eerste bij ons komen inbreken, oké? Succes. Oké, jullie mogen langs de muur heen lopen. En dan moeten jullie wel allebei in survival. Dat is de regel. Oké. Ja, we hebben een kippenhuis gemaakt. Is mooi, hè? Dat is goed. Oké, als eerste mogen jullie hier natuurlijk een mooie respawn point zetten. We hebben twee leuke bedjes, een blauwe en een gele. Onze lievelingskleuren. Okay. En dan zou ik zeggen, ga maar naar de ingang toe. We hebben al wat minecarts voor jullie hier in de kist. Oké, waar is de ingang? Dit? Nou, je zet hier je karretje neer. Je gaat in de minecart zitten en je drukt op het kleine stukje, Lotte. Ja, dit is ook goed. Dan moet je de knop drukken. Naar je achteraan. Even kijken. Zo, dan ga je helemaal naar het dak, Lotte. En naar de ingang. Wow. En daar is het ook naar de ingang. Dennis, het heeft gewerkt. Alex, ze zijn er gewoon ingetrapt. Ze gaan nooit raden hoe ze in dit huis komen. Dat was zeker niet de ingang namelijk. Waar is Kijk, ze zouden ingang? Omheen redden. Daar dat was maar. Dat is heel gemakkelijk. Alex, ik ga ze even bekijken waar ze heen gaan. Oh nee. Waarom is hier een dolf? Ik zie het trap omhoog. Oké, een parcours? Jullie gaan de verkeerde kant op hoor. Dat denk je niet, Dennis. Jawel, dat is de verkeerde. Dat is de verkeerde kant, Lotte. Nou, dat lijkt het niet op Dennis. Gelukkig. Ja, dit is nep lava inderdaad. Oh, Dennis, ik zei het toch. Alex, hoe zijn ze daar niet ingetrapt net? Oh, nee! Ik ben niet zo heel goed in parcouren. Dennis! Jullie weten dat het nep lava is, dat je niet eens hoeft te parcouren. Je kan gewoon letterlijk doorlopen, toch? Ja, dat wist ik al. Oh, Dennis, dat is waar. Maar hij sowieso gaat binnen. Jullie moeten oppassen voor onze vriend. Dit is onze vriend Turret. En Turret schiet nogal op iedereen die hij tegenkomt. Dus jullie moeten daarvoor heel snel rennen als ik jullie was. Oké, we hebben hem gehaald. Makkel. Ja, de laatste opdracht is... Alex en ik hebben nogal een probleem met dat we snel de code vergeten. Dus jullie moeten de code zoeken. Hij staat hier ergens op. Ik weet alleen niet, Dennis, wat de code is. Lotte, jullie moeten gewoon door de deur. Alleen de code moeten jullie even raden. Wie staat op een van deze bordjes? Ik denk misschien... Ah! Wat? Dennis! Nee, joh! Dat was zo makkelijk! Alex, hoe dan? Ja, dat is echt heel makkelijk, Dennis. Je hebt de code in één keer! Daarom! Nee. Appeltje. Eitje. Alex en Dennis. Ja, ik dacht dat het wat moeilijker was. Jullie gingen meteen de goede kant op. Dat is echt heel makkelijk, Rob. Ja, dat zeg jij. Terwijl je 20 keer over het parcours deed. Terwijl je gewoon door de lava kon lopen, Lotte. Zo makkelijk leek het niet te zijn. En jullie zijn ook in de achtbaan getrapt. Ja, dat zeker. Volg mij maar. Het is jullie beurt om jullie te bewijzen. Het gaat jullie toch nooit lukken. Let me op. Monkey. Wow. Alex, dat ben ik. Je hebt een groot hoofd, dat is waar, maar zo groot. Ik heb helemaal geen groot hoofd. Nee. Oh. Jongens, stop met rustje maken en zorg dat je binnenkomt. Ik zie daar al de ingang hoor, Alex. Zie jij de ingang? Ik zie je wel. Is dat niet goed in je mond, Dennis? Nou, dan kunnen we gewoon naar binnen. Dat is makkelijk. We hebben alleen geen bedje. Misschien is het handig als we een bedje krijgen voor een respawn point. Oh, wacht. Alex, dan ben jij hier binnen. Oh, nee, allemaal creepers. Alex. Dat is zo cool. Pas maar op hoor. Lotte, horen die creepers daar? Ja, dat is allemaal het idee. Weet je het zeker, Lotte? Misschien. Oh, Alex, je staat letterlijk. Het lijkt alsof er niet ook neppe lava is. Alex, zit jij nou in mijn hoofd? Blijkbaar. Oh, dit is ook neppe lava. Oh, nee. Alex, was dat de bedoeling? Ik heb diamonds, Lotte. Dit was de bedoeling, inderdaad, maar... Waar is de ingang? Het was niet de bedoeling dat hij ging ontploffen. Zijn dit de diamonds? Ja. Is dit de schatkamer? Dit was de schatkamer. Lotte, misschien was het niet zo handig om die explosieven bij een creeper neer te zetten. Ja, maar Dennis, jij ging niet weg bij de creeper. Oh, nou... Nee, ik dacht dat die creeper hoorde. Staat in jouw huis. Sorry, ik dacht...
misschien hebben gewonnen. Alex, ik denk dat het wel heel erg makkelijk was, toch? Dit was allemaal ons plan, hè? Ja, ik wou net zeggen, dit was allemaal ons plan. Ik bedoel, jullie kunnen niet bouwen, meisjes kunnen niet bouwen. En dat zeggen we vanaf het begin al. Nou, weet je wat? De kijkers mogen bepalen wie heeft gewonnen. Team jongens of team meisjes in de reacties. Doei! Doei! Doei!